Zo, dan beginnen we de vlog maar eens een keertje iets wat anders vanuit de badkamer, aangezien hier een gigantische spiegel hangt. Ja, zoals je kunt horen ben ik inderdaad net wakker. We gaan even naar het ontbijt en dan gaan we beginnen aan dag 3. Het is nu ongeveer 7:15 en ja, wat gaan we als eerste doen, zoals ik je gisteren al verteld heb. We gaan als eerste met de ICE gaan we naar Leipzig toe. En voor degene, ondanks dat ik een treinspotter ben, is dit de eerste keer dat ik met een ICE ga. Klinkt misschien een beetje apart, want binnen Nederland hebben we ook ICE's. Maar ik heb nooit echt nut gehad om met een ICE te gaan. Het is natuurlijk wel leuk, want het zijn enorm luxe treinen. En ja, ook al gaan ze binnen Nederland niet heel hard, maar ja goed. We gaan in ieder geval eerst... Mijn stem is echt nog niet helemaal... Je moet nog even opstarten. We gaan in ieder geval naar het ontbijt. En dan gaan we richting de Hauptbahnhof om vervolgens richting Leipzig te gaan. Op naar het ontbijt, want ik heb behoorlijk honger. Nom 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 nom. 2 hours later. En dan staan we in één keer hier. Ik laat jullie dit even zien. Ja, juist. Dat is dus een ICE 4. De allereerste ICE waar ik dus ooit in heb mogen zitten, was een ICE 4. Helemaal goed. Ik sta dus nu inmiddels al in Leipzig Hauptbahnhof. En waarom sta ik nu al in Leipzig Hauptbahnhof? Ik weet niet precies wanneer dat ik de intro opgenomen heb bij de spiegel. Maar het is nu ongeveer 11:30. De rit met de ICE heb ik een beetje overgeslagen, omdat het niet echt heel interessant was volgens mij om... op te nemen hoe dat ik in de ICE zat. Ik weet in ieder geval wel dat ze daar godschuwelijk lekkere koffie hebben en grote koppen. We zijn aangekomen bij, in Leipzig. Ik heb het, even mijn koffer afgegeven bij het hotel. En er waren wat perikelen met het boeken. Dus die heb ik eerst even opgelost. Ik heb even gegeten en even ontbijt. Ik heb net nog even een broodje gegeten en een bakje koffie. Een cappuccino. En nu gaan we dus... Ja, Leipzig verkennen. Tenminste, Leipzig Hauptbahnhof gaan we verkennen. Ik heb hier al een beetje rondgelopen om even een beetje een indruk te krijgen hoe het station in elkaar zit. En zoals het er nu uitziet, is het zo dat Leipzig eigenlijk uit 3 lagen bestaat. Een begane grondslaag en 2 lagen eronder. De onderste laag, daar rijdt de S-baan. Niet zoals in Berlijn, maar ze rijden hier met ander materiaal. Dat laat ik zo meteen wel even zien. Mijn stem die overslaat. Dat laat ik zo meteen wel even zien. En de laag daarboven, zeg maar, dat is eigenlijk, zoals ik ook al in de dingetjes, er rijdt trouwens een S-baan weg, die leg ik wel even vast. En ja, die rijden dus... deze maken niet dat typerende geluid. Het is ook heel ander materiaal dan wat er in Berlijn rijdt. Die S-baan. Maar we gaan dus eens even het een en ander verkennen. We gaan eens even rondkijken. Wat ik vanmorgen dus al zei, Leipzig is het grootste station, het grootste kopstation van heel Duitsland. En ik zal jullie nu wel even laten zien, of zo meteen wel even laten zien, wat daarmee bedoeld wordt. Voor het geval het piepen onder de clip hier nog niet opgevallen was, sorry hiervoor. Het was namelijk zo dat er ergens een kluisje kapot was, wat constant aan het piepen was. Ik kon hier helaas niks aan doen, dus sorry voor het ongemak. Zoals je kunt zien,
rijdt de S-baan hier dus met Tallinn 2's. De Tallinn 2's, dat zijn in principe dezelfde treinen als waar we in Berlijn mee naar Wunschdorf geweest zijn, of Wunschdorf. Hier zijn ze dus iets anders gekleurd, alleen hier rijden ze dus als S-baan. Ze nemen de stroom af vanaf eigenlijk een soort van bovenleiding. Ik weet niet of dat alleen hier onder de grond is of dat ook buiten is waar ze rijden. Maar er hangt hier dus in ieder geval een rail. Dan kun je het daar zien hangen daarboven. En het is eigenlijk, het is geen kabel. Het is gewoon een soort van balk of zo waar de stroom van afgenomen wordt. Dus dat is wel apart om te zien. Dat was eigenlijk een beetje de S-baan. Waarschijnlijk gaan we daar wel even een stukje rijden met de S-baan. Moet ik even kijken. Nog een opmerking over de S-baan hier in Mitteldeutschland, tenminste zo noemen ze het dan. Waar ze hiermee rijden, ze rijden hier niet zo frequent als in Duitsland of in Berlin, want ja, daar rijden ze gewoon elke 2 minuten. Ze rijden hier minder frequent. Ze rijden wel met een maximum snelheid van 160 km per uur. Dat is in Berlijn niet, wat zover ik heb kunnen meten. Rijden ze daar ongeveer 50 tot 60 km per uur, maar dat is ook alleen maar binnen in de stad. En ze rijden hier ook niet met zo'n lange treinen. Dat is wel opmerkelijk. Ze hebben hier maximaal 2, soms 3 en soms 4 bakken. Terwijl het in Berlijn eigenlijk altijd hele lange treinen zijn. Goed, dan wil ik heel even wat opnames maken van de S-baan. En dan gaan we door naar het hoofdstation, a.k.a. het kopstation. Ze zijn hier op Leipzig Hauptbahnhof best wel groen bezig. Je kunt ze namelijk een shuttle huren. Dat zijn allemaal elektrische Nissan Leafs. De Bundespolizei heeft ook een kantoortje hier op het station. En ze hebben de auto's gewoon midden in het station staan. We staan in ieder geval lekker droog. Ik wilde net een filmpje maken dat er een irritant geluidje in de video zit, wat jullie waarschijnlijk al opgevallen is. Dat kwam dus daar vandaan, van die schließfächer die ze daar hebben, die kluisjes die ze hebben. Die automaat waar die dames nu bij staan, die was een beetje van slag af. Zoals je kunt horen, hoor je nou geen alarm meer, dus hij is weer gefixt. Dat was de Spieken, de stadregio. De stad naar regio shuttle RS1 van de Erfurterbahn. Een van de kleine lijntjes. Ik heb net even opgezocht wat de Erfurterbahn is. De Erfurterbahn is een klein bedrijfje uit, of klein, het is een bedrijf uit Erfurt. En daar werken 330 mensen. En ze rijden, op dit moment rijden ze met die shuttle die je zojuist net weg zag rijden. En ze rijden met de Bombardier Itino. Alleen de Itino, ik heb net even nagevraagd, de Itino rijdt op dit moment niet. Ik zal wel even een plaatje in beeld laten komen wat de Itino is. Die rijdt niet, want die wordt omgebouwd. Dat heb ik zojuist van een machinist vernomen. Voor de verder rest rijden ze nog met de V100. Ook daar laat ik nu wel even een plaatje van in beeld komen. Dat ziet eruit als iets heel ouds. En daar hebben ze er ook maar 2 van. Dus het is niet echt de hoofdmoot. De verder rest was een beetje de Erfurterbahn. Deze ging trouwens naar Salem. Kijk gewoon op de Bordenmark. Ja, precies. Hij rijdt dus richting Saalfeld. Oftewel Salé. Er staat hier heel random een stoomtrein. En ik heb er iets van gelezen. Maar ik weet niet meer precies wat dat nou is. Dat ga ik nu even uitzoeken. En er staat hier nog meer materiaal. Ik weet in ieder geval dat dit materiaal wat hier staat, dat dat voor plezierritten is. En ook maar af en toe ingezet wordt, want het zit helemaal onder de stof. Ook de elektrische treinen. Met van die typisch ouderwetse pantograven. Stroomafnemers. Stroomafnemers.
verder, maar van het ouderwetse materiaal kwam er een hoop herrie voorbij. En dat was die daar. Dan gaan we eens even verder. Zo te zien, er staat op Noordoostzeebaan. Het ziet er best wel mooi uit. Het is een mooi, mooi stukje techniek, als ik dat zo zie. Met een stuurstandrijtuig. En aan de andere kant een lok. Die gaan we zo meteen ook eens even bekijken. Hier op de zijkant van de trein een bordje gevonden. Hij rijdt dus schijnbaar van Leipzig naar Chemnitz. Via Leipzig, Lieperwolkwied, Belgersheim, Bad Lausick, Geitsheim, Naarsdorf en Burgstadt. Het enige wat ik kan vinden over... het is een van de Middeldeutsche regiobaan, de MRB. En er staat een of andere... Volgens zo te horen aan het geluid, een of andere diesellok. In ieder geval een Integro. Die staat hiervoor. En ik vermoed dat die daar ook weer terug gaat. Maar dat is dus wat je net binnen hoorde komen. Ik had net in ieder geval nog twijfels of dat het een diesellok was. Hij staat hier nou het complete station vol te roken, dus de twijfel is echt wel weg. Geen idee wat ik zojuist gefilmd heb, maar het was wel grappig om echt te zien rijden. Zoals in Berlijn kun je hier dus op de borden ook zien waar de trein stopt. In deze geval dus bij ABC. De eerste klas zal stoppen bij A, de tweede klas bij B en de fietsenstalling, of in ieder geval de plaats waar je fietsen kwijt kunt, bij C. Als je dan naar dit bord loopt, dat is van een ICE, dan heb je dus de eerste klas bij A, dan het bordrestaurant bij B, de tweede klas bij C, C, D en ja, C, C, D. Dan heb je nog een bordrestaurant en dan heb je weer de eerste klas. Wat je daar net dus weg zag rijden, dat is naar mijn mening bij uitstek het mooiste materiaal waar de Deutsche Bahn hier in Duitsland mee rondrijdt. Het is intercity materiaal en ik heb eigenlijk geen flauw idee hoe ze heten. Als iemand dat weet, laat het maar weten in de comments. Ik ga het denk ik nog wel even navragen, dus ik denk dat ik het wel weet, toch even reageren. Herzlich willkommen im Intercity der Deutschen Bahn nach Dresden Hauptbahnhof. Unser nächster Halt ist Riesa. Take you wherever you wanna go. Let's go, let's take.
Zo, inmiddels weer een aantal uur verder. Ik ben erachter hoe het heet. Ik ben heel benieuwd of jullie in de comments kunnen laten weten wat, hoe het materiaal heet. Hij staat trouwens daar. Ik ben ook even met dat materiaal, ik had er zelfs nog nooit in gezeten. Ik ben even op en neer geweest naar Dresden toe om het volgende hotel te boeken. Had ik in principe ook via internet kunnen doen, maar ja, aangezien ik toch met de trein zoveel kan reizen als dat ik wil, ik denk ik knal even op en neer naar Dresden toe. Dus dat hotel is al geregeld. En ja, voor de rest is het dat wel zo ongeveer. We hebben in ieder geval wat mooie shots van het materiaal wat hieruit. Oh, hij vertrekt nu. Het is en blijft gewoon een trakslok, maar ja, het zijn toch wel mooie loks. En, oh ja, ik had nog iets gefilmd met die enkele deurtjes, waarvan ik in eerste instantie even niet wist wat het was. Dat zijn schijnbaar Coradia's. Waarschijnlijk zal iedereen dat wel weten en zoiets hebben van, nee, waarom weet je dat niet? Nou, zo goed ken ik het materiaal hier ook niet. En ik weet dat ze in Nederland ook rijden. En ik vind dat de Coradia's, de Talents en de Zero's best veel op elkaar lijken. Dus daar moet ik even het verschil tussen zien te vinden. Voor de rest, Leipzig, een heel mooi station. Met hele mooie kappen, hele mooie architectuur. Heel veel interessant materiaal. En ja, begint iedereen hier doorheen te lullen. Ze zijn allemaal te omroepen. In ieder geval, ja, ze beginnen dus. Eigenlijk moet je het een beetje zien als Arnhem Centraal. Arnhem Centraal is wel een station waar ze doorheen kunnen rijden. Alleen daar keren de treinen ook allemaal. Hier keert werkelijk elke trein. En het station is zo groot, het heeft. Ik ben me er niet te vast, maar het heeft 23 sporen. En ja, je kunt gewoon zien dat hier ontzettend veel, als je door de planner heen kijkt, door de DB-navigator, dan kun je gewoon zien dat hier gigantisch veel rijdt. Ik ben dus op en neer geweest naar Dresden toe om even het hotel te regelen. Ik heb onderweg wat shots gemaakt. Die laat ik morgen zien. En we gaan morgen ook. Ja, ik laat alles van Dresden laat ik morgen zien. Ik heb verder in Dresden zelf nu op dit moment ook niks gefilmd. Dus we gaan gewoon. We gaan naar de volgende toe. Ik ga zo meteen eerst even kijken of ik ergens wat eten kan scoren. En dan gaan we zo meteen naar het hotel en maffen. Het is inmiddels nu. Het is 20:20, dus de avond is nog jong. Maar we kunnen in principe nog wel wat doen. We kunnen wel wat filmen, maar we moeten natuurlijk een beetje rekening houden met het licht. Want het blijft wel wat langer licht. Het was vandaag niet zo'n heel erg mooi weer. Dus je zult morgen waarschijnlijk geen mixed shot zien. Want vandaag regende het heel erg veel. Het was redelijk mistig. Plekken. En morgen zou het weer 18 graden worden, wel gedeeltelijk bewolkt, maar in ieder geval met meer zon. Dus wat betreft Leipzig Hauptbahnhof heb ik het eigenlijk wel een beetje gezien voor nu. Ik heb een Bellio te laat binnen. Ja, we gaan ook in ieder geval nog even vanavond nog even een klein beetje in de stad gaan doen. En dan gaan we morgen vroeg onderweg naar Dresden.